Enschede is klaar voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Woensdag speelt het team thuis tegen de Schotse Rangers. Bij winst verzekert de club zich van een plek in de poolfase van de Champions League. En dat staat weer garant voor minstens 35 miljoen euro in de clubkas. Vorige week deed het elftal al ervaring op in het regenachtige Schotland. They fight a lot. They are very intense. So yeah, but I think we respond very good on that. Want PSV deed het goed en speelde gelijkspel, ondanks de duizenden vurige Schotse supporters op de tribune. Toch is de club volgens de trainer niet de gedoodverfde winnaar. Nou, ik zei voor het tweeluik dat wij zeker niet de favoriet zijn. Dus ik zie niet zoveel reden om dat nu te veranderen. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat sterspeler Gakpo in onderhandeling is met Manchester United. Maar de transfer staat on hold. De aanvaller moet nog even geduld hebben tot na de belangrijke match van woensdag. Is het een jongen die het gedoe van een eventuele transfer kan parkeren? Heb je het idee dat hij zich heel erg kan focussen op 90 minuten belangrijke wedstrijd? Ja, ik ben er heel rustig onder. Omdat ik hem nu 8 weken onder me heb als speler. En ik heb geen enkel moment gezien dat hij ander gedrag vertoont. Dat hij niet gefocust is op zijn trainingen. Mentaal zit het dus wel goed daar. Misschien ook wel vanwege de rustgevende invloed van Ramalho. Ik denk dat je een van de meest experienced players in de squad. Do you have a different role then to keep everybody calm for this intense game what is coming up? I try at least. I try. Woensdag is het zover, dan weten we of het er op of eronder is. Wij hebben onze voorbereiding gehad. Rangers. Die van hun. Morgen is het om 1 wedstrijd zal het beslist worden. Ja, dat is gewoon een kraker. Maar wij zijn ambitieus. We zijn gebrand om het goed te doen. Om weer goed te spelen. Rangers ook. Dus het zal een spannende pot worden.